Laten we hopen dat die meer gebeurt. Ik vind het echt heel vervelend voor Ryan Paris dat het erover komt. Mag dan dames een extra applaus over voor Ryan Paris? Wat zo'n handicap kun je niemand hebben. Hij heeft trouwens platen bij zich om te verkopen. Dus hij is, na afloop is hij daar in dat gedeelte aan die kant van de zaal. En dan kan je eventueel platen kopen en signeren, laten signeren. Dus, we gaan verder met Italo Family, want we hebben er nog een aantal te gaan, dus we moeten een beetje vaart maken. Ik heb een hele korte speech over mij nu. We gaan luisteren naar iemand die in Italië de surprise was, omdat hij de hele zaal aan de gang kreeg. En dat was echt nieuws, dus er waren echt veel mensen die aan de dansen gingen en los gingen. Want hij is zo'n goede live artiest. En ik ook nog meer. Maar dit is er eentje naar, die ken je inmiddels wel. Maar als ik zeg tegen jullie, Love Games! Dan denk je, nou, dat is een lekker iets. Hij begint met een andere klapper. Nou, dat is een surprise. Hier is Robert Camero. So, dear friends, are you ready to rock the house? It's not enough. Are you ready to rock the house? Let's
I don't want to be deceived.
beautiful place with such beautiful people. And a simple way to just to have fun, you know? You don't have to do whatever strange to be in with good people and having a good mood. And I really thank you for having that mood. It gives me that big energy. Really, thank you very much. So now I just want to give the word to Marcello. And thanks to Marcello, all of this is said thanks to him and his team. He's really giving a big applause. Okay, yeah.